1 juli, het is zover. We zijn hier in de raadzaal in Maastricht. De installatie van Wim Helena als nieuwe burgemeester van Maastricht. 11,5 jaar lang was hij onze burgemeester. En we zijn erg benieuwd hoe hij het hier gaat doen. Tot burgemeester der gemeente Maastricht, die als zodanig in onze handen de navolgende eed heeft afgelegd. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij, God Almachtig. Van deze eedsaflegging is terstond, dat gaan we hier meteen doen, dit procesverbaal opgemaakt en door ons, commissaris van de Koning, vernoemd en de beëdigde ondertekend. Mag ik hem nog even lezen? Zo, geweldig. Van harte gefeliciteerd. Daar gaat hij. Ja. Dames en heren, heel fijn dat u hier allemaal was. Maar het is nog eigenlijk het begin nu. Het werk begint nu, maar het feest ook. En daarom sluit ik deze vergadering. Ik dank u wel. Meneer Helenaar, ja, 3 maanden geen ambtsketen omgehad en u heeft er weer eentje. En wat voor eentje? Hoe bent u vanochtend opgestaan? Ik had er zin in. Ja, ik wist dat het een bijzondere dag ging worden. Waar al lang naartoe geleefd is. En dan maak je deze ceremonie mee. Dat hoort ook bij een installatie en een beëdiging. Maar dat is toch indrukwekkend. Ja. Wat was uw eerste reactie toen u het hoorde? Ja, van wow, ze hebben mij gekozen als burgemeester van Maastricht. Nou, ongeveer precies zo. Wow. Ja, nee, daar was ik gewoon buitengewoon blij mee. Dat kun je je voorstellen, denk ik. Ja. Nu heeft Maastricht natuurlijk heel wat anders als Land van Kuik. Er zijn hier 14 coffeeshops. De Belgen zitten hier om de hoek. Ze komen veel shoppen hier. Ook de wiet. Ik weet dat u een zero tolerance had in Land van Kuik op dat gebied. Hoe gaat u daar nu mee om? Want ja, je hebt nu wel te maken met 14 coffeeshops. Ja, maar alles naar aard en schaal. Hier hebben we het beleid dat de coffeeshops niet aan mensen van buiten Nederland mogen verkopen. En dat is denk ik een hele verstandige maatregel geweest om al te veel drugstoerisme tegen te houden. Maar een zeker aanbod moet er ook gewoon zijn. En dat evenwicht is voortdurend zoeken. En dat ga ik ook nog achterkomen of dat evenwicht hier ook echt in evenwicht is. Ja, ja, want uw vorige collega's, Onderhoes en meneer Leers, ja, die wilden het eigenlijk legaliseren. Hoe denkt u daarover? Nou, dat is niet aan mij. Dat is simpel genoeg. Dat is wetgeving. En daar is natuurlijk een experiment.
experimenteerruimte, daar heeft het parlement al eerder toe besloten. En we gaan in Maastricht dat in de komende tijd ook doen. Ja. Nu, Kuik had het natuurlijk ook, maar ja, Maastricht is toch een stad van allure en dergelijke. Ik wil niet zeggen dat het land van Kuik dat niet is. Maar je hebt hier ook wijken die het minder hebben als is. En dan inderdaad de armoedbescheiding en dergelijke. Hoe denkt u dat aan te gaan pakken? Nou, de burgemeester doet niks in zijn eentje. Dus daar zijn ook wethouders voor. Daar hebben we hele raadsprogramma's voor. Maar we hebben natuurlijk vooral ook goede mensen in de organisatie. Wat ik daar heel graag aan toe zou willen voegen, is dat het ook gezien wordt. En dat kun je als burgemeester wel. Dat je niet alleen op de mooie feestjes en de blinkende kant van Maastricht bent, maar dat je ook heel goed de schijnwerpers weet te zetten op die wijken waar mensen het minder hebben. En die juist onze aandacht nodig hebben. Nu bent u burgemeester van Maastricht, maar een lijntje naar het land van Kuik zal altijd blijven bestaan. Want ja, de Maas komt hier binnen en stroomt door naar Kuik. Nou was u al bezig met het drinkwater van de Maas. Daar blijft u lekker in nu. Ja, ik blijf trots burgemeester van het netwerk Drinkbare Maas. Dat heb je goed gezien. Hier komt hij het land binnen, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus dat is hartstikke, hartstikke belangrijk. En wat wij hier er nou in stoppen, dat krijg je in het land van Kuik langs. Dus we hebben elkaar ook daar, hebben we elkaar hard nodig om die waterkwaliteit omhoog te krijgen. Dus dat zie ik alleen maar met heel veel plezier tegemoet. Nielenaar, daar komt het. Dilemma's. Wat ik al zeg. Ik geef u daar een x-aantal dilemma's. Het is f het een of het ander. Nee bestaat niet. En passen bestaat ook niet. Worstenbrood of fly? Kijk, als jij die spelregels eraan toevoegt, zeg ik fly. Oké. De Vierdaagse van Kuik of het Pieterpad, de finish daarvan? Nou ja, de Pieterpad heb ik al gelopen en Vierdaagse, dat staat over 3 weken op de agenda, dus dan zeg ik Vierdaagse. Daags naar de Tour of de start van de Amstel Gold Race? Ja, je maakt het me op zich niet zo heel moeilijk, want volgens mij gaan dingen in het leven altijd samen en is hetzelfde of. Maar ik heb nog nooit de Amstel Gold Race meegemaakt, dus daar kijk ik naar uit. Tours bier of Maltese bier? En voor u eventjes, Maltese bier is echt een biertje hier uit Maastricht. Ja, dat had ik begrepen. Nou, dan. Ik wil altijd nieuwe dingen proeven. Dus ook die is wel te doen. Malteser bier. Okay. Maar daar komt-ie. Concert van Rolling Stones of een concert van André Rieu op het Vrijthof? Een concert van de Rolling Stones op het Vrijthof daar zou ik heel zenuwachtig van worden. Dus kies ik volmondig voor André Rieu op het Vrijthof. Waarom zou je er zenuwachtig voor worden? Nou, dat is toch een ander. Dan zet je wat minder stoeltjes neer, zou ik maar zeggen. En dan heb je toch net even een wat ander veiligheidsprobleem. Namens alle inwoners en alle kijkers van Omroep Land van Kuik wens ik u heel veel succes en een hele mooie job hier in Maastricht. Hartstikke fijn. En dan zeg ik ook nog tegen het Land van Kuik dat ik wil ze danken voor wat ik daar allemaal heb mogen en kunnen leren. En ik hoop dat hier in Maastricht kunnen gaan toepassen. Hallo, dankjewel.